Een hele goede avond allemaal, dames en heren. Het is een eer voor mij om hier te mogen zijn op deze mooie, mooie dag. En voor jullie te mogen spelen. Mijn naam is Nicole Butt. En om een korte inleiding te geven, ik ben een oude mentor-leerling van mevrouw Baan. Ja. En 8 jaar geleden heeft ze mij zo erg gestimuleerd om mijn talent verder te ontwikkelen in de muziek. En ik kan nu ook met volle trots zeggen dat het hedendaags mijn beroep is. En dat ik er ook mijn broodzakcentje van kan verdienen. En daar ben ik heel blij mee, omdat zij daar een grote inspiratiebron in is geweest. En ik geloof dat zij dat ook is voor meerdere leerlingen. Ik heb het ook gezien vandaag. Dat de leerlingen hier ook echt geïnspireerd raken. En ik ben vandaag ook geïnspireerd door de leerlingen. En ik vind het heel fijn om vanavond hier te zijn. En ik wil het eerste nummer opdragen, speciaal aan deze school, maar natuurlijk ook mevrouw Baan. En het gaat over één liefde. Hoeveel van jullie geloven in één liefde? Dus niemand van jullie heeft Bob Marley vroeger meegezongen? Dat is wel heel rampzalig hoor. 3 handen, 3 vingers. Niemand gelooft in liefde? Ja! Is dat zo? Voor die hele stoute meiden voor jou. Maar dit nummer gaat over één liefde. En dat wanneer we in eenheid staan met z'n allen, veel kunnen bereiken. En dat heb ik vandaag ook gezien. De leerlingen die in eenheid samen met elkaar gingen optreden. En in eenheid de performances lieten zien aan mij. En ik kan echt zeggen dat ik geïnspireerd ben en ik hoop dat jullie dat ook mogen worden van mijn nummer 1 love. Liefde. Hey. Ja, dat is niet aan gedacht, hè? Nee, ja, ik zie je.
Ik zie jullie wel kijken. Nee, prachtig. Dank jullie wel dat jullie zo actief meedoen. Ik ga naar het volgende nummer. En daarmee start ook de avond met al het mooie talent van vanavond. Jullie gaan zich zeker genieten. Ik denk dat sommigen zelfs een paar tranen gaan laten vallen. Maar daar doen we het allemaal voor. En dit nummer wat ik voor jullie ga zingen heet Jerusalem. En ik zou zeggen, geniet na. En als je echt zoiets hebt van, wauw, dit vind ik leuk. Dan in de pauze heb ik cd's en kun je naar me toe komen. Ja? Het nummer dat ik nu ga spelen heet Jerusalem. Zal de gitaar nog even iets worden mogen? Ietsjes horen? Jerusalem, 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 Jerusalem. When I think about the way things seem to change, all for the good in your presence. When I think about the way you call my name, I can only thank you. You've been good to me. Oh, you are all I need. Oh, how I worship you. Vandaag zijn er alleen maar winnaars.
Maar toch is het natuurlijk een beetje leuk om er een soort wedstrijd van te maken. Wij hebben een driekoppige jury. We hebben meneer Helmut. Welkom. We hebben mevrouw Hofman. Welkom. En we hebben Lisa Snikje. En de enige mensen die ik nou nog aan ga voorstellen zijn de presentatoren van vanavond. Wij hebben een duo, kom maar even hier. Wij hebben een duo, twee van onze geliefde leerlingen hier. Wij zien hier in het blond vanavond, wij zijn altijd in het blond, Helene Heemskerk. Daniel Heringa. Nou, we gaan vanavond deze programma beginnen met Bonnie, die doet een stuk uit de musical Wicked. Geef daarvoor een applaus. Thank you.
vonden jullie ervan? Zijn we goed te verstaan nu? Ja, oké. Ik weet van Bonnie dat ze naar deze musical is geweest, dus ik denk dat ze zich daar ook helemaal door heeft laten inspireren, of niet Bonnie? Dus ik niet, ja. En dat kun je zien, omdat je er helemaal in opgaat en misschien de beelden dan voor je ziet. Je zag er geweldig uit en ja, je stond helemaal vol passie te zingen. En dat zag er heel mooi uit. En je hebt wel even het spitsen afgebeten, dus dat vond ik wel heel knap van je. Je had een uiterst verrassende opening, want ik stond gelijk perplex over wat gebeurt hier. Ontzettend origineel. Maar daarnaast heb je ook absoluut niet makkelijk gemaakt, want je tonen gingen van laag naar heel hoog. En dat bereik, dat vond ik heel knap dat je dat aandurfde voor zo'n publiek. Heel knap, meid. Aandacht was besteed aan het uiterlijk. Ik vond het echt knap en dat je het ook durft. Dat is echt. Ja. Nou, goed jurycommentaar. Nu komt Rebecca en zij gaat een liedje van de E-team zingen. Dus geef haar een applaus. Since 18, but
walking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Dat wegdwaalt in haar gedachten. Ik vind het fantastisch hoe duidelijk je te verstaan bent. Je Engels is ontzettend knap en je speelt erbij alsof je nooit anders gedaan hebt. Je komt heel professioneel over. Heel knap. Ik zou toch graag nog even een kleine opmerking willen maken. Sorry nog. Wij zitten hier langs de kant en we horen best veel geroezemoes. En ik denk dat het eigenlijk wel op zijn plaats is dat we even wat stiller zijn. Want er wordt zoveel moois getoond en sommige mensen praten bijna hard op. En dat is, vind ik eigenlijk niet respectvol naar mensen die daar toch iets heel moois staan. Dus wou ik even... De volgende in het programma is klas 1A. Die gaan we een hoorspel doen. En applaus. Ja, wij gaan iets alternatiefs doen, want wij doen een hoorspel. De leerlingen hebben zelf een verhaal geschreven, een spannend griezelverhaal. En de bedoeling is dat u uw ogen dicht doet en dat heel stil wordt, want we gaan dus een verhaal met geluiden maken doen. En als het niet stil is, dan hoort dat luiden niet zo goed. Dus u mag allemaal uw ogen dicht doen en u laten meenemen in het griezelverhaal. Ben je er klaar voor? Staat je jas aan? Waar staat ze aan? Spelen ze? Ja, goed. Super. Allemaal ogen dicht, hè? Er waren eens een vader, een moeder en een zoon. De zoon heette Jochem. De vader en de moeder gingen naar een feestje. Zeiden de jongen wel trusten en de deur goed dicht. Vader en moeder waren weg. Jochem was alleen thuis. Hij voelde zich eenzaam en verlaten. Waarom gingen zijn ouders zomaar weg zonder hem? Jochem zat in de woonkamer. Hij hoorde gekraak in het huis. En keek snel de gang. Gelukkig was het poes Misty. Hij slaakte een zucht van opluchting. Jochem ging terug naar de woonkamer, maar vond het koud en mistig. Hij hoorde weer gekraak. En plotseling viel er iets op de grond. Hij wist zeker dat het,
dat het Misty was, maar Misty zat gewoon bij hem op de bank. Jochem werd zenuwachtig, zijn hart begon sneller te kloppen. Hij haastte zich naar de telefoon, belde zijn ouders, maar hij kreeg geen gehoor. Hij rende de trap op naar boven en verstopte zich onder het bed. Jochem lag trillend onder zijn bed en sprak zichzelf moed in. Ik ben bang. Er is heus helemaal niemand. Ik ben bang. Er is heus helemaal niemand. Plotseling hoorde Jochem iemand de trap oplopen. Iemand met zware schoenen. Zijn ouders konden het niet zijn. Jochem vluchtte naar zijn deur en deed deze op slot. Maar een heel hard geluid was het gevolg. Iemand met een kettingzaag probeerde de deur open te slaan. Jochem raakte in paniek, maar hoorde dat de kettingzaag leeg was. Hij sloop naar de deur en keek door het sleutelgat. De persoon aan de andere kant keek toevallig ook door het gat. Jochem gilde van angst. De persoon aan de andere kant gilde van woede. Jochem wist niet wat hij moest doen. Waar waren zijn ouders? Zijn enige redding was het raam. Hij moest wel springen. Gelukkig hoorde hij net op tijd in de verte een sirene. De persoon met de kettingzaag schrok van de sirene en rende de trap af, bang om opgepakt te worden. Hij reed met zijn auto weg. En Jochem durfde eindelijk weer adem te halen. Hij wachtte beneden op de bank totdat zijn ouders zouden komen. Hij durfde echt niet meer te gaan slapen. Jochem wachtte en wachtte. Pas ver na 12 uur kwamen zijn ouders thuis. Zijn ouders schrokken dat Jochem nog niet in bed lag. Jochem vertelde het verhaal van de kettingzaagman. Zijn ouders zeiden dat het onzin was en zeiden dat hij nu lekker moest gaan slapen. Hij moet lekker slapen, er is heus niks aan de hand. Zijn moeder kuste hem op zijn hoofd, maar zag tegelijkertijd een briefje met daarop: ik pak jou nog wel! Vader en moeder en Jochem sliepen die nacht onrustig. Dat was ons hoorspel. Hartstikke leuk gedaan, jongens en meiden. Hoe vonden jullie het zelf gaan? Goed. Super! Wat vinden jullie ervan? Ik wil er ook heel graag even iets over zeggen. Ik heb alleen de enige van wie ik wist dat ze iets deed, dat was Ella. Ik vind dat je het ontzettend mooi hebt voorgelezen, Ella. Je hebt een hele goede stem daarvoor. En voor de rest had ik mijn ogen dicht, dus voor de rest ook de complimenten voor de geluiden en de verrassingen die er waren. Hartstikke leuk, heel mooi. Ja, ik snap er daar helemaal bij aan. Het is echt goed en duidelijk gesproken en dat is echt helemaal goed. Die maken het de jury wel ontzettend moeilijk, want hoe moet je het pianospel van Rebecca vergelijken en waarderen met het hoorspel van jullie? Want je hebt het ook, dit was ontzettend leuk en heel origineel om dit te brengen. Wat ik heel opvallend vond is dat je een spannend verhaal hebt gedaan, maar de manier waarop je het gedaan, ik schrok er regelmatig keihard in de lach. Dus die combinatie vind ik wel uniek. Fantastisch, bedankt. Thank you.
van. Ja, nou, ik kwam vast wel zenuwen, hè? Ja. Nou, wat vond de jury ervan? Het zag er professioneel uit. Jullie hebben bijna dezelfde kleren aan. Het ziet er echt goed uit. Jullie stemmen klonken echt goed met elkaar. Jullie keken goed het publiek in. Het is echt heel goed. Nou, ik ben leuk om je eentje aan jullie om te zingen. En dan hebben jullie het ook nog met z'n tweeën gedaan. En ik zag al wel dat jullie zullen dan zelf het gevoel hadden van ik weet niet of dit helemaal klopt. En dan is het maar heel de kunst om door te gaan. Ik vond de begeleiding ook heel goed gespeeld. Dus, compliment voor het lef om zo'n nummer aan te durven, dames. Ik heb wel een zwak voor de muziek van Adele, dus ik voel eigenlijk een beetje dat ik beïnvloed ben. Ik vind dat jullie het heel knap gedaan hebben, want het is dapper zoals jullie stonden en je hebt goed gezongen. En af en toe dan pak je het ook weer goed op en we hebben als publiek ook af en toe even de tijd nodig om weer op adem te komen. Dat is helemaal niet erg. Heel goed gedaan. Alex en zijn eigen band. Bril, dat is Alex de Boer, bassist. En hij heeft. Geef hem alvast maar een applaus. En hij heeft samen met drie vrienden in Sinneburen een eigen bandje. En ze wilden heel graag weer optreden, alleen ze hebben één probleem: ze hebben geen zanger. En toen vroeg Alex of ik wilde gaan zingen. Nou, dat wil ik wel. Dus vandaar, we gaan twee nummers voor jullie doen. Dat is dus Alex. Naast mij hier rechts staat Tim. Ramon, de Robita. En de drummer Rodney. Oké, we beginnen met een nummer van Herman Brood. Saturday Night. En daarna doen we nog een nummer van Nirvana. En voor de mensen die niet zo van harde muziek houden. Ja, misschien kun je oordopjes in doen of even naar de wc dan. Maar goed. Jury, dus ook eventjes, het gaat niet om mij, het gaat om de band. Ja, dat we dat even goed gescheiden houden. Ja. Oké, stel het in naad. Come on! Nee, wat volume. Ja, okay. Ja, dat heb je met de elektrische gitaar, maar allemaal precies goed. Oké. Coming out of your jukebox, chicks.
Het is de eerste keer dat ze optreden voor het publiek, dus geweldig. Oké, okay. Yeah. Okay, jongens. We gaan rock this house now. En Nirvana met Smells Like a Teen Spirit. Yeah!
Oké, Winston Rocks. Dank je, dank je. Hartstikke goed, jongens. Vinden jullie het gaaf? Ja, Tim ook. Ja, zeker. Vond je het ook goed gaan? Ja, wat? Mooi zo. Wat vond de jury van deze band? Nou, nou ken ik Alex een beetje. En Alex is een vrij rustige jongen. Maar als hij over zijn muziek begint, dan begint hij van oor tot oor te stralen. En ik snap het nou helemaal. En ja, ik ben helemaal blij van deze muziek. Echt wel. En ik vond... Alex, wat speel je in een ontzettend talentvolle band, jongen. Ontzettend mooi om te horen. En ook geweldig dat je laat zien met je band dat alle rock'n'roll eigenlijk nog wel best cool is. Heel knap. Ik ben trouwens benieuwd waar je die zanger hebt op gevist. Wauw, helemaal goed. Nou, hartstikke goed gedaan hoor jongens. Nu komen Rebecca, Kimberly en meneer Cabel met een duet. When you're a diamond in the rough, I'm sure you got some things you like to change about yourself. But when it comes to me, I wouldn't want to be anybody else. Jullie een beetje moeilijk op gang, maar uiteindelijk hadden jullie hem. En toen was het nummer ook alweer afgelopen. Dat is altijd wel weer jammer dan.
Maar het enthousiasme was er in ieder geval, hartstikke goed. Heel mooi hoe Jeffrey op de achtergrond een beetje meedrumde en Nico mooi meespeelde. Dat was een mooi geheel, hartstikke goed. Nou, ik weet het niet, maar ik heb hier 5 meiden gezien die er ontzettend veel plezier in hadden. En dat straalde jullie uit. Ik vond dat heel knap. En 3 mannen die mijn kwaliteit vol ondersteunen. Heel goed. Het klonk echt goed, want er zaten met de gitaar en met alles erbij. Het klonk echt heel mooi. Zometeen komt de jongen die er ook al zat, Nico. Die gaat voor jullie een gitaarsolo spelen. Ik vertelde me net nog dat hij nog even wat moest verzinnen wat hij ging spelen. Nou, dit was het dus. Dat was hartstikke goed. Wat vond jullie ervan? Je hebt het heel klein gehouden en het klonk heel helder. Het was echt wauw. Nou, eerder op de avond zei ik iets over het rumoer in het publiek. Maar iedereen die geluisterd heeft naar Nico, die heeft eigenlijk geen rumoer gehoord. En je speelde het zo gevoelig. Het maakte echt wel wat in me los. Ik vind het heel mooi hoe je dat gedaan hebt. Nico, je bent ontzettend muzikaal. Ik wou dat ik maar een heel klein beetje van jouw kwaliteiten had op dat gebied. Dan was ik al heel blij. Je kunt ook heel gevoelig spelen. Dus heel zacht, heel klein, zoals Lisa ook zei. Echt heel mooi. Ja, fantastisch jongen. Nu komen Esther, Wendy en Marielle met het liedje Sweet Goodbyes. Can't breathe, there's too many things going on.
between us will get us through the night. All the things we lost will teach us see the pretty things in life. All the places that we've been to, the people we relate to, all the love that we give into, blow their tears from our eyes and sweet goodbyes. I know. En zo nu en dan lukte dat gewoon zo mooi. En dan was het één heel mooi geheel. En de performance, even een stukje naar voren lopen en hoe je elkaar aankijkt. Ik vond dat jullie er heel mooi, heel serieus mee bezig waren. Het was mooi om te zien. Ik vond het daar heel mooi aan. Vrolijk, vlot nummer van vrolijke, vlotte meiden. Passen goed bij elkaar, de stemmen. En ja, je voelt elkaar echt heel goed aan. Dus zeker het knallen op het laatst. Heel mooi. Mooi hoor. Het klonk echt super. Een mooi nummer. Het sloot compleet aan de deur. Het is echt heel mooi. Er komt zo'n 8-jarig jongetje verder. Samen met Jeffrey en Christine. En die gaat een eigen liedje doen. Applaus. Don't see me. Het is verder. Ver is 8. Ik kan al gitaar spelen. Dus ik was helemaal blij. En het is een liedje van Nick en Simon. En vind ik mezelf heel erg leuk. Jullie mogen best meezingen of wat verder als je kunt. Dus leef je uit. Nou, goed. Zullen we het intro even doen? Goed zo. Hij voert de hoogte daar.
Vond je het goed gaan? Ja. Goed zo. Van mij ook? Oh ja, hartstikke goed. Mooi zo. Jullie, wat vonden jullie ervan? Ja, natuurlijk helemaal super vet, hè? En wat knap dat je dat durft, want je bent zo'n beetje de jongste van hier. Maar je hebt heel het hardste applaus volgens mij van de hele avond al gehad. Ja, verder als Nick stopt, ben jij er klaar voor. Dat is wel duidelijk. Je hebt heel veel talent, jongen. En ook mooi dat je in de maat blijft tijdens het zingen. Heel knap. Absoluut. Dat je op je achtste al zo goed gitaar kan spelen en dan ook nog zingen, dat is echt een applaus waard. Oh ja, mama was ook nog goed. Yeah.
Deze prachtige studenten. Ik zal een beetje omdraaien, dus kijken jullie zo tegen mijn rug aan. Het nummer heet Lost Myself. En ze hebben het zelf aangeboden om samen met mij te zingen, wat ik heel bijzonder vind. Dus geniet ervan. Thank you.